Want daar is ze weer. We hebben er echt gemist 2 weken, maar ze is weer terug. En daar zijn we heel erg blij mee. We hebben het natuurlijk over Karin Riethoven van Story. Karin, van harte welkom weer in onze show. Ja, goedemiddag ook weer. Nou, twee weken lang ben je op zoek geweest, aan het speuren geweest naar het heetste shownieuws. En wat kan je ons melden op dit moment? Nou ja, vorige week hadden we natuurlijk Ed Nijpels die zich een beetje vergalopeerde door te zeggen van dat hij een relatie met Linda de Mol heeft gehad. Ja, ja. En, maar hij is nu zeg maar de baas, hij zit in het bestuur van Avrotros. Ja. Maar er zit nog iemand in het bestuur van Avrotros, Erik Verstade. En die heeft wel een relatie met Linda de Mol gehad. Oh, dus zo, het een maakt het ander los. Ja, goed. Erik heeft daar zelf verteld in het boek, over in de biografie van John de Mol. Ja. Dat hij zeg maar op jonge leeftijd Linda ontmoette. En dat Linda nam hem mee naar thuis. En John had hem zoiets van, nou, wie ben jij en wat moet jij van mijn kleine zusje? Maar al snel werd hij toch welkom in de familie geheten. Ja, en welke periode was dat dan? Hoe oud was Linda toen? Nou, dat was zeg maar in de beginjaren, dus rond de 20ste, nog voor Fred Reuter. Ze was wel vrijgezel dus. Ja. Ja, ze was wel vrijgezel. Dan mag het. Ja. Dat was geen stoute dame hoor, Linda. Of ging ze toen nog met DJ Cat? Linda heeft onlangs in haar column zelf toegegeven dat ze 1 keer zeg maar een misstap heeft begaan. Mm-hmm. En, maar we weten niet met wie? Nee, we weten niet met wie. Dat wil ze ook niet zeggen. Het is... Wordt het alleen maar groot. Oh, je weet het. Ik weet het. Ik werkte toen samen met haar in de Coca-Cola Euro Chart Top 100. Samen ook met Pat, hoe heet hij ook alweer? Pat Benatar. Nee, die blonde gozer uit van Sky. Nee, die jongen. Ja. Van Sky Channel. Daar ben ik best te jong voor. Ik ken alleen de DJ Cat Show nog van haar. Ja, dat was in diezelfde periode. Oh ja? Ja. Oh. Nou, Adam Curry bedoel je? Nee. Nou, laat me gaan. Nee, ze heeft zelf een keer met wat Engelse gasten gedaan, geloof ik. Die het gast waren in die show. Ja. Oh. Dus een soort man-uitstip zo gaat. Maar goed, daarvoor was ze jong, toch? Je bent jong en je wilt wat, hè? Ja, dat echt van het vreemd gaan, daar was Linda niet van. Nee, klopt ook. Nou, dan hebben we dat, die relatie hebben we dan ook weer... Ja, Maarten van der Weijden, die werd afgelopen zondag gehuldigd in Waalwijk. Ja. En daar was een vrouw Daisy. Nou, iedereen heeft kunnen zien hoe zij zeg maar, hem aanmoedigde. En, maar wat veel mensen misschien niet weten, is dat zij ooit uit elkaar zijn geweest. En wanneer was dat dan? Vlak voordat hij naar de Olympische Spelen in 2008 ging. Het was Maarten die zeg maar, die relatie toen verbrak. Ja. Hij begon concentreren en hij ging toen in zuurstoftenten slapen. Ik weet niet of jullie die foto's nog kunnen herinneren. Dat hij echt in een hotelkamer ging zitten, maar dan sliep hij niet op het bed. Maar dan had hij een soort van zuurstoftent er staan. En daar ging hij dan zeg maar, op die manier bereidde hij zich voor op die 25 kilometer zwemmen natuurlijk in open water. Mm-hmm. En ja, daar kon hij ook geen relatie bij gebruiken. Ja. Dus hebben toen, en toen na de Olympische Spelen zijn er 8 maanden uit elkaar geweest. Ja. Het verhaal dat vertellen ze dus nu openhartig in Story deze week. Okay. We moeten natuurlijk ook niet vergeten van Maarten dat hij ook ooit hersteld is van die vreselijke ziekte natuurlijk ook. Ja, ja maar ja, goed, dat is een beetje ook de reden waarom hij die zwemtocht natuurlijk heeft gedaan. Ja. Want hij voelde zich een soort van schuldig dat hij wel is genezen en heel veel anderen niet. Ja. En daarom wilde hij zoveel geld ophalen. Hij heeft natuurlijk 11 onderzoeken eruit gelicht, mm-hmm. omdat het een stedentocht is. Hij zegt, dan worden er ook 11 onderzoeken. En daar heeft hij 4,5 miljoen euro voor nodig. Ja, daar zit hij ook nog 2 ton vanaf. Ik denk dat hij dat ook wel gaat halen. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Ja, ik hoop het in ieder geval ook wel. Want het is echt zaak dat er gewoon zo snel mogelijk iets wordt gevonden voor die vreselijke ziekte. Nou. Ja, dat... Nou, dan nog even uitsmijten. Volgende week begint natuurlijk de Real Life Soap op SBS van de Roelvinkjes. Heb je geen zin te maken? Oh ja. Dat programma kennen we natuurlijk. De Vrogers hebben dat ook al gedaan. En Geer en Goor, die hebben natuurlijk ook... Gedaan. Dus ik was vorige week bij Sint-Huis. Ja. Mm-hmm. Maar toen ben ik een beetje in de buurt gaan vragen. Ja. Goh, wat vinden jullie er nou van dat de familie hier komt wonen? Ja. Want Dries en Dave en Donnie doen het allemaal voorkomen alsof iedereen een heel erg welkom heeft geheten. Ja. En dat ze het allemaal ontzettend leuk vinden. Mensen vinden het helemaal niet leuk. Nou, dus ik vind het eigenlijk een beetje raar. Dus, want wij worden hier, de buurt wordt hier neergezet als allemaal bijstandsleiders en die allemaal naar de voedselbank moeten. Ja. Het zijn allemaal koopwoningen van rond de 2 ton. Oh. Zo. Dus maar wonen ze dan ook in een koopwoning? Ze zijn niet in een sociale huurwoning? Want je hebt natuurlijk ook wel eens dat die sociale huurwoningen, zodra ze vrijkomen, verkocht worden. Hè? Dat kan natuurlijk ook.
Ja, maar het zijn allemaal koopwoningen. Ik heb even gekeken in het kadaster. Oh. En de gemiddelde koopwaarde, verkoopprijs van die huizen zit op €215.000. Nou ja, dat is natuurlijk in de regio Amsterdam, heb je daar niet veel voor. Maar goed, het is toch, je moet het wel hebben. Je moet wel een vaste baan hebben om zo'n hypotheek te kunnen krijgen natuurlijk. Ja, ik bedoel, daar moet je toch wel aardig wat voor verdienen. Dan loop je niet bij de bijstand. En dat zei die vrouw ook. Dus ik ken niemand in deze omgeving die in de bijstand leeft. Dus ik vind het goed dat ze geld ophalen hoor. Dus en dat ze aandacht vragen voor, het is aan kinderen van de voedselbank. Tussen maartjes, omdat ik doe, ze moeten dan een jaar in bijstand leven. Dus maar niemand van ons leeft in de bijstand. Maar is het dan een woning die al een tijdje te koop staat, dat ze die zeg maar via de makelaar een maandje kunnen huren of zo voor dit programma? Ik denk het, want de woning van binnen was echt helemaal opgeknapt. Echt strak gestukte muren. Buiten de tuin lag een kunstgasveldje in. Oh. Waarop ik nog tegen Dave en Donnie zei van nou, als jullie echt geen geld meer hebben. Ik zeg, kun je dat verkopen? Ik zeg, want ik ken geen bijstandsgezin die een kunstgasveld in zijn huis heeft. Nee, dat is vrij prijzig, ja. Ja, dus dat. Dus ja, ik denk dat het huis gewoon tijdelijk even gehuurd is. Maar het want is hij is uit de, staat in ieder geval geen verkoop op. Nee, maar het is wel weer een beetje een smet op de naam Roelvink ook. Hè? Ik bedoel, ik vind het jammer voor Dries, want dat is op zich een aardige man. Een vent, zeker, ja. Maar Dries is heel aardig. Ik krijg toch zo langzamerhand steeds meer een beetje het idee dat met name die ene zoon dan ook toch wel steeds meer een smet op de naam Roelvink aan het leggen is. Dave bedoel je? Ja. Ja, hij probeert zijn leven nu echt te gaan verbeteren, zegt hij. Heeft hij al vaker gezegd, hè? Ja, hij heeft heel vaak gezegd. Mm-hmm. Ja, dus we gaan het nu meemaken. Donnie zegt hem erbij te gaan helpen. Ja. Hij zegt, ik drink niet. Hij zegt dus, ik zal Dave zeker tot steun zijn. Ja, nou, laten we het hopen dat het dan ook lukt. Want voor de rest, ik kan me er mateloos over opwinden. Dat heb ik vorige week ook behoorlijk gedaan. Ook toen ik dat verhaal kreeg, ook, dan denk ik van ja, leer het dan nooit, weet je wel. En het wordt dan ook maar weer. Ze rennen het dan toch ook weer. Juist doordat ze dan zoveel media-aandacht krijgen, denken dan toch ook weer mensen, oh, dan vind ik het wel leuk om hem juist weer uit te nodigen. En hup, daar krijgt hij dan heel veel geld voor. Zo leren jongens, dat soort jongens het natuurlijk nooit. Nee, ik snap wat je bedoelt. Dat is ook niet helemaal eerlijk natuurlijk. Maar zo is het wel hoe het werkt in de Nederlandse media. Ja, dat klopt. Ja. Dries denkt zelf dat hij een soort van alcoholprobleem heeft. Hij wil het woord verslaving niet in zijn mond nemen. Ja. Hij zegt maar, hij kent geen grenzen. Er zit weinig rem op. Ja, maar hij zegt dat moet ik echt gaan leren. Maar ja, hij gaat nu, Dave zegt van ik ga bij een cursus doen, een vrijwillige cursus. Dat zal niet de verplichte cursus zijn die hem ongetwijfeld opgelegd zal worden. Nee. Maar ja, dat kan hij anders zeggen ook, hè? Ja, hij moet wel, hè? Ja, maar ja, goed, als je een beetje lichaamstaal kan lezen, dan zag je aan hem ook wel van ja, ik sta u nu een tekst uit mijn hoofd op te zeggen. Ja, moet dit zeggen. Opgedragen, die hij vervolgens ook nog eens een keertje niet goed uit zijn mond kreeg ook. Denk ik van ja, is er dan niemand die er doorheen prikt, weet je wel? Zo'n jongen kan maar op één manier echt goed leren. Ik denk, flink op zijn bek te gaan. Ik denk dat ze hebben gezegd, je moet dit zeggen, want anders kunnen wij niet verkopen dat we die programma's rondom jou en je gezin of je familie nog uitzenden. Ja. Dat denk ik ook. Ja, hè? Ja. Dat denk ik ook. Want iedereen stond eromheen. Talpa stond eromheen. Ja. Manager Frank Wisser stond eromheen. En ze stonden even aandachtig te luisteren van zegt hij wel wat hij moet zeggen. Ja. De producent kan dan nu zeggen van nou goed, ja, hij heeft toch zijn excuses aangeboden. Die jongen wil zijn leven beteren. Nou, dus daarom gaan we dat programma gewoon doen. Ja, weet je. Ja, er is natuurlijk veel geld geïnvesteerd, hè, vanuit Talpa voor dat programma. Dus, er wordt in ieder geval op hem gelet. En laten we hopen dat dat een soort van sociale controle voor hem dan is. Toch? Nou, oké. Okay. Karin, dankjewel voor deze week. En we kijken nu alweer uit naar volgende week. En alle andere kleine dingen die lees je natuurlijk ook in Story. Dankjewel, Karin.